What are you going to do here on Africa Day? I'm here to listen to what they have to say about what's going on in Africa. Ik heb vooral gekozen voor dit omgekeerde ontwikkelingshulp. Dat is wat ik zeker niet wil missen. En gewoon de sfeer natuurlijk. Zo. Het dansen, het swingen, het eten en van alles. Maar Lilian Ploemen, kersverse minister van Ontwikkelingssamenwerking. We zijn hier op de Afrika-dag. Wat vindt u van de Afrika-dag? De Afrika-dag is natuurlijk een van de leukste dagen van het jaar. Ik heb er volgens mij de laatste jaren geen enkele gemist. Het is zo bijzonder omdat er zoveel verschillende mensen bij elkaar komen. Mensen uit Afrika, uit Nederland, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven. Gewoon mensen die heel geïnteresseerd zijn in Afrika. Jongeren, ouderen. Ik vind het altijd ontzettend leuk om er te zijn. En maakt dat ook het belang van deze Afrika-dag? Jazeker, omdat mensen die elkaar misschien anders niet zo zouden treffen, die ontmoeten elkaar hier. En het gaat natuurlijk verder dan ontmoeting. Je doet allerlei ideeën op, je legt allerlei contacten. En daarmee is het een dag die op een hele prettige, informele manier volgens mij heel erg bijdraagt aan de goede contacten tussen Nederland en Afrika. I'd like to welcome you all to the Evert Vermeer Foundation's Africa Day. Around 1671, in the same time that Spinoza was talking about freedom of speech and freedom of religion, slave trade was just normal. For example, the colony of Suriname was the property, I say property, of the Society of Suriname, and Amsterdam was one of the three owners of that society. In Suriname, African slaves produced sugar and coffee. In fact, it was a very lucrative business for Amsterdam, and it lasted until far in the 19th century. In the centuries that followed, Africa was weighed down by colonization and conflict. And sadly, we cannot eliminate from the world all lack of freedom. But today on Africa Day, the strength of the African continent takes center stage, and not without reason. This year, the IMF, the International Monetary Fund, has reported an average of 5% economic growth in countries of sub-Saharan Africa. In comparison, the IMF expects 0.4% shrinkage in the Euro region. So it's a wonderful thing you are doing in Africa. Thank you very much for having the Zimbabwe delegation here. I'm traveling with our ambassador for Zimbabwe, Ambassador Chimuchana. I'm traveling with Dr. Stamps, who has been the longest serving minister for health in Zimbabwe and is the health advisory office bearer in the office of the president and cabinet. It was really an eye-opener for the three of us that Zimbabweans every day at the level of the chiefs, at the level of the traditional leaders, use the traditional methods of reaching solutions.